Dendercoach Johan Boskamp is voor de tweede keer in een paar dagen terug in het stadion van Anderlecht, waar hij grote successen behaald heeft. Nu ziet hij dat Anderlecht de match in handen neemt. De bal komt bij Boussoufa. Die zet voor. Juhasz kopt over. Na 25 minuten raakt Denderverdediger De Petter de bal met de hand. Strafschop voor Anderlecht. Châtel trapt die onhoudbaar binnen. 1-0 voor ongenoegen van Boskamp. Ik zeg alleen, hij staat 50 centimeter of een meter van hem vandaan. En die bal komt tegen zijn hand. Hij maakt helemaal niet de beweging. En dan leg je hem op de stip. Nou, dan snap je dat niet. Dus daar heb je de kleren in. Anderlecht speelt een van zijn betere matchen, maar veel kansen doet het ook na de rust niet af. Hier staat Vilcek. Anderlecht heeft een hoop kansen gehad van hem. Hoeveel uitgespeelde kansen dan? Geen uitgespeelde kansen, maar goed gecombineerd tot aan de 16. Ja, en dan? Nou, maar daarom zeg ik dat Anderlecht het niet onaardig gedaan heeft vanavond. Dus aan de 16 hebben ze goed gedaan. Maar het schijnt dat ze in dat mandje moeten. Dat hebben ze mij altijd geleerd, dat ze in dat mandje moeten. In de slotseconde krijgt Dender de bal nog bijna in het mandje. Zietka raakt de bal naar half en Sila kopt naast. Net als voor woensdag in de beker verliest Johan Boskamp bij zijn ex-ploeg. Niet dat ik twee keer om mijn flikken krijg natuurlijk. Dan kom je niet graag natuurlijk.